Model Baarda bestaat uit 8 rollen. Elke rol beschrijft een bepaald niveau van probleemoplossend vermogen. In de onderste rollen is dat relatief gering, in de bovenste groot. Dat hangt af van de mate dat de medewerker samenhang ziet tussen variabelen, zoals zijn werkomgeving, klanten, systemen, de markt en stakeholders. Of een medewerker op zijn plek zit, of dat het werk te moeilijk en te complex is, hangt dus af van het probleemoplossend vermogen dat de functie van de medewerker vraagt. Laten we de rollen eens met elkaar doorlopen. Is het werk operationeel, dan kunnen we kiezen uit de rollen van helper die nul problematiek oplost, zoals werken aan de lopende band. Of op één niveau hoger, de basiskracht, die zich richt op één enkele taak en het liefst werkt volgens precies bepaalde regels. Denk aan een schilder, beveiligingsbeambte en receptionisten. Vaklieden, maar nog onvermogend om in onverwachte situaties te improviseren. Dat kan een allrounder wel. Een allrounder heeft praktisch probleeminzicht, kan anticiperen, communiceren met klanten en van aanpak wisselen als dat moet. Zoals dat bijvoorbeeld van helpdeskmedewerkers wordt gevraagd, of van administratief personeel, secretaresses, planners en technici met een mbo-opleidingsachtergrond. Maar het werk kan ook op vakspecialistisch niveau zijn gepositioneerd, omdat uitzonderlijke, unieke problemen methodisch moeten worden opgelost. Analytisch vermogen is dan een vereiste. Denk bijvoorbeeld aan een engineer, administrateur of softwareontwikkelaar. Maar ook personeelsfunctionarissen en communicatieadviseurs zijn vakspecialisten als die zich bezighouden met operationeel uitvoerend werk. Vaak hebben zij een hbo-opleiding gevolgd die hen de methode en technieken van het vak heeft bijgebracht. Is het werk niet langer operationeel van aard, maar conceptueel, dan is de functie voor een professional. Professionals richten zich op vraagstukken waarvoor eerst de context moet worden onderzocht. Dikwijls zijn dit stakeholders die ook hun eigen agenda willen realiseren. Op dat moment zijn visie en overtuigingskracht noodzakelijk en kan de professional zich niet langer verlaten op zijn kennis alleen. Dus de inkoper die een lagere prijs bedingt, is belast met operationele problematiek. Die inkoper is een vakspecialist. Een professional is daarentegen de manager, die krijgt opgedragen de bedrijfskosten met 10% te reduceren. Die slaagt erin alleen als hij kan aangeven hoe hij dat wil bereiken. En dat beleid implementeert bovendien. De generalist staat weer een trapje hoger en wordt dikwijls als business manager gezien. De generalist voert de regie en is verantwoordelijk voor de fundamenten van zijn vakgebied. Deze medewerkers leiden vakgroepen, veranderprogramma's of zijn verantwoordelijk voor de innovatieagenda van een bedrijf. Een goede marktoriëntatie is op dit niveau dan ook onontbeerlijk. Generalisten zijn over het algemeen schaars, dat legt extra druk op het niveau daarboven, dat van de leider. Een leider is vaak een directeur van een zelfstandig middelgroot bedrijf. Hij leidt één product-marktcombinatie en managt de samenhang tussen diverse verschillende bedrijfsprocessen, zoals het operationeel proces, ICT, HRM en financiën. De strateeg tenslotte geeft leiding aan een concern. De strateeg managt de samenhang tussen verschillende, meestal gelijksoortige businesses. Fusies en overnames is zijn terrein. Culturele, zeer lange termijn vraagstukken en ook de maatschappelijke ontwikkelingen houdt hij scherp in het oog. Model Baarda is op iedere organisatie van toepassing. Natuurlijk kan het zijn dat de onderste of bovenste rollen niet aanwezig zijn. Of een laag ontbreekt. Bijvoorbeeld door de aard van het bedrijf of de omvang ervan. Maar het model kan altijd en overal worden toegepast. Het is universeel. Zoals gezegd zijn de onderste 4 rollen operationeel van aard, terwijl de bovenste 4 vragen om conceptueel vermogen. Stel je hierbij een ijsberg voor. Het deel dat boven water uitsteekt is het zichtbare concrete deel. Daar houden operationele medewerkers zich mee bezig. Zij produceren of leiden een productieproces. Deskundigheid en vakmanschap kunnen hier grotendeels volstaan. Het deel dat onder water steekt bevat de verklarende modellen. Waarom zien we boven water wat we zien? Onder water moeten bedrijfsprocessen worden ingericht en in de juiste richting gestuurd, intern of bij de klant. Problemen zijn hier niet langer concreet, maar abstract. Vakmanschap volstaat nu niet meer. Onder water bestaat namelijk geen waarheid. Meerdere oplossingen zijn juist. Naast deskundigheid is nu visie beslist noodzakelijk. We kunnen nog op een andere manier kijken naar het model. De onderste 3 rollen vormen de routineorganisatie. Dit zijn medewerkers die graag werken met kant-en-klare systemen, instrumenten of gereedschappen.
Het werk is minder gevarieerd en regels en procedures vertellen hoe dat werk moet worden uitgevoerd. In kennisintensieve organisaties is met name de veranderorganisatie belangrijk. Die bestaat uit de generalist die de regie voert en verantwoordelijk is voor de architectuur. De professional die het functioneel ontwerp van processen, systemen en instrumenten maakt. En de vakspecialist die die zaken maakt, onderhoudt en beheert. De vakspecialist is verantwoordelijk voor het incidentenmanagement. De generalist denkt onafhankelijk. Een model is alles wat de generalist tot zijn beschikking heeft. Een fundamenteel model dat inspirerend werkt en richting geeft. Medewerkers in de rol van generalist zijn verantwoordelijk voor het onderscheidend vermogen. Ondernemerschap en talent voor business development kan hen daarom niet worden ontzegd. Een professional is contextgevoelig en kan goed belangen verenigen op conceptueel niveau. Een vakspecialist daarentegen krijgt graag zijn opdrachten precies gespecificeerd. In die zin is de vakspecialist afhankelijk van de visie van anderen, in de rollen boven hem. De generalist, professional en vakspecialist lossen achtereenvolgens de waarom, de hoe en de wat-vraag op. Het aanpassingsvermogen of de vitaliteit van organisaties is in de veranderorganisatie gesitueerd. De strategische top staat boven de vakdisciplines en is verantwoordelijk voor het complete bedrijfsmodel. We kunnen nu de functies indelen over de rollen, maar daarmee zijn we er nog niet. Nu moeten we nog bepalen waar onze medewerkers zich bevinden. Daarvoor dient de leerweg. De junior moet nog leren zelfstandig te werken. De midior kan dat al wel, maar is nog ontdekkender welke aanpak het beste werkt. In de kernpositie beheerst een medewerker het hele palet, toont zich eigenaar van de opdracht en durft collega's waarvan hij afhankelijk is aan te spreken op het resultaat. De senior is de autoriteit die met kop en schouders boven zijn collega's uitsteekt. Collega's en beleidsmakers komen als vanzelfsprekend naar hem of haar toe. Ook nu weer zien we een leercurve die van de afhankelijkheid van de junior loopt naar de onafhankelijkheid van de senior. Een curve die bepaald wordt door wil en mentaliteit. Niet meer dan 20-30% mag zich uiteindelijk senior noemen, wijst de praktijk uit. Zo wordt elk soort werk van een rol- en leerweg voorzien. Dat raamwerk noemen we een functiematrix. Het bedrijfseigen indelingssysteem is nu klaar. De functiematrix is voor meer doeleinden geschikt dan alleen beloningsmanagement. Het dient ook als platform waarop de overige onderdelen van de HR-cyclus worden aangesloten. Zoals beoordelen, ontwikkelen, werven en selecteren. Daarin is model Baarda uniek.